Maar liefst 2 uur gaan we deze uitzending maken. En ik zei het al onze vrienden konden niet komen. Maar eentje is wel gekomen. Vriend van de show, dames en heren, geef hem een hartelijk applaus. Peter Redevries, ja! Hij is er! Ja! Peter, hoe voelt dat nou om als enige vriend in deze show aanwezig te zijn? Ja, weet je zeker, Wilfred, dat Ayatollah Derksen het goed vindt dat ik hier wat zeg? Nou, gelet op wat je op je shirt hebt, denk ik wel. Want wat betekent dat ook alweer? Dat betekent welkom. Dat vond ik wel toepasselijk vanavond. He, het warme welkom wat ik hier altijd krijg. Maar dus, jij bent toch naar hem toegegroeid, die uitzending van Pauw? Ik was daarbij zelf, hoe jullie elkaar beet hebben gehouden. Zelf het blad omhoog hebben gehouden met z'n tweeën. We brengen een blad uit, dat weet je. Voetbal Inside. Ja, daar heb ik reclame voor gemaakt, zeker. Maar er is nu toch wel iets tussen jullie, Johan. Ja, maar er is iets ontstaan dat Peter Redevries en ik vijanden zijn. Ja. Daar is helemaal geen sprake van. Ik respecteer hem zeer in zijn vak. Alleen, ik heb altijd gezegd, hier aan tafel moeten mensen zitten uit de voetballerij. Ik heb hier gezeten met politici en met zangers. Ik vond dat altijd verschrikkelijk. Het moeten mensen uit de voetballerij zijn. En Peter is John de Mol dan uit de voetballerij? Die is hier ook regelmatig aan tafel. John de Mol die heeft in ieder geval iets te maken met voetbalrechten en voetbal uitzenden. Die is... Ik ben scheidsrechter, bijvoorbeeld. Maar ook, ook spelersmakelaar. Maar dat is dan een reden om je niet aan tafel te laten Dus dat vind ik toch aardige kwalificaties nog. Nou, en ik hoorde tot mijn genoegen dat ik nog steeds actief ben als voetbalmakelaar. Zeker. Want zaterdagmiddag heb je nog een jeugdwedstrijd van Feyenoord bekeken. Zeker. En een goede keeper gezien. Ja, ook nog, ja. Ja, maar die speelde bij Utrecht trouwens. Ik laat je af en toe een beetje schaduwen. Maar heb je wel een alibi dan, of niet? Heb je zelf al een alibi altijd? Ja, ik heb zelf al een alibi, ja. Oké, maar je vindt het toch fijn dat hij er is? De enige vriend die wilde komen? Ja, nee, maar ik hoop dat Peter voortaan ook op mijn verjaardag komt. Want die zijn ook heel eenzaam. dat kan ik niet beloven, Johan. Dan doe ik ook zo'n t-shirt aan. Ja, zeker, welkom. Ja. Maar voel de behoefte om, als je daar wil, gewoon inbreken. Hè? Nou, dat is ook veel overdreven. Nee, gaat het te ver, ja?